Maar het hoofddeel zijn eigenlijk drie sprekers die we hebben uitgenodigd om vandaag met ons het onderwerp in te leiden. En met ons is het niet alleen CEO, net samen met onze partner Elastic, die we natuurlijk ook aan het woord laten om het thema te duiden. Maar ik zou heel graag de drie heren deze keer willen voorstellen. Van Swift, Stefan de Moerloze, namens KPN zal aanschuiven Erno Doornspleet en Elastic wordt vertegenwoordigd door heren Blokhuis. Heren, welkom. Heren en heren, welkom. Bij deze sessie vandaag. Ik laat jullie zelf zo even kort introductie doen. En het is ook altijd leuk om, om wat meer achtergrond bij de even kort het bedrijf voor te stellen. Dan zijn het net twee bedrijven die waarschijnlijk weinig introductie behoeven. Maar het is toch wel even leuk om de vertaalslag te maken naar het thema van vandaag. Dus dat laat ik aan jullie zelf over. De een met slides, de ander zonder slides. Het is tijdens de sessie mogelijk om natuurlijk vragen te stellen. Daarvoor heeft Marita net ook al wat huisregels in de chat gezet. Dus de verzoek is om in eerste instantie hernoemen, naam en bedrijfsnaam. Daarbij video aan. Dat blijft een interessant onderwerp eigenlijk. Ook door corona, er zijn toch bedrijven die... Dat hoorde ik laatst eigenlijk, die samenwerking en collaboration hoog in het vaandel hebben staan en dan Zoom calls zonder camera aandoen. Dus dat is echt, dat werkt zelfs op de middelbare school van mijn zoons niet, zeg maar, om mensen interactie te krijgen. Dus ik snap, laat ik zo zeggen, op het moment dat je je camera niet aan hebt, weten we dat je je e-mail zit te doen. En het is leuk om welkom mee te doen. Dus in de chat is het, maar daarbij, het is... We proberen dit zo interactief mogelijk te maken zoals dat kan via virtual. Dus gebruik de chat met een vraag. We pikken hem eruit. En op het moment dat ik de vraag nodig je uit om hem te stellen. Om het panel te volgen zet je scherm op speaker view. En dan de laatste. Should you not be able to understand what I've just said the previous 5 minutes, then please make yourself noted in the chat. Because then we can easily switch to English. Maar anders gaan we gewoon door in het Nederlands. Want we hadden op basis van de lijst een inschatting gemaakt dat iedereen Nederlandstalig is. Of Vlaamstalig. Nou, om met Vlaamstalig te beginnen. Stefan, welkom. Swift, een van de meest beroemde bedrijven helaas sinds de Oekraïne-crisis, vermoed ik. Ja. Volop in het nieuws geweest. Welkom. Superleuk dat je vandaag aanschuift. Ik zou je graag willen vragen om jezelf even voor te stellen en te introduceren, want dan doe ik de slideshare weer aan. En dan kan ik jou begeleiden even bij je introductie met wie is Swift en vooral natuurlijk ook wat doen jullie rondom dit Secure DevOps of DevSecureOps thema. Dus stel jezelf voor en dan ga ik even mijn slide tonen. Ja, perfect. Dus inderdaad, ik ben Stefan de Moerloze, werkzaam bij Swift. Wat doe ik daar? Ik ben verantwoordelijk voor observability en data analytics in het operations space. Ik maak deel uit van een tooling tribe en ik heb een vijftal teams die voor mij eigenlijk, die samen met mij werken om eigenlijk operations en support use cases eigenlijk pain points op te lossen. En wij zijn ook verantwoordelijk voor een algemene tooling landscape rationalisatie. En dat doen we door middel van inderdaad van data. Hè. Vandaar dat we hier vandaag toch over observability en analytics in general aan het spreken zijn. Swift. Wat is Swift? En zoals Jeroen al zei, en Jeroen mag naar de volgende slide gaan. Swift is inderdaad een wereldspeler en wereldleider de financial messaging world. Hè. Dus wij staan voor secure, gestandardiseerd message exchange. We zijn een platform, maar we zijn ook een community. En dat community aspect dat kwam laatst nog sterk naar boven als, want we zijn natuurlijk onder governance van Europese en Amerikaanse organen. En vandaar dat we ook eigenlijk in het nieuws gekomen zijn om
van het platform of van die community eventueel exclusies te gaan maken. Swift bestaat bijna 50 jaar. Dat is wel een lange traditie ondertussen. Maar ik moet zeggen dat de laatste 15 jaar echt wel een versnelling was van nieuwe services. Ik denk ook de banksector had heel veel challenges op te lossen rond sanction screening, compliance analytics, KYC. En dat zijn eigenlijk allemaal services die Swift eigenlijk ook beginnen offeren is als standaard. En niet alleen gewoon het secure messaging, maar al die value-added services. Als we kijken naar de volgende slide, Jeroen, dan zien we dat Swift ondertussen meer dan 40 miljoen high-value payments per dag laat circuleren. En dat betekent ongeveer high-value, de world GDP circuleert in minder dan 2 dagen door geen Swift. Hè. We hebben 11.000 connected entities, dat zijn hoofdzakelijk heel grote banken of corporates. En we opereren in de meeste landen. Wat je ook kan zien is dat, crisis of geen crisis, je ziet toch dat de jaarlijkse increase toch een two-digit blijft. Dus je hebt toch heel wat volatiliteit in de wereld. Swift strategy en wat dat is belangrijk voor Swift, dat zien we op de volgende slide, Jeroen. Het zijn eigenlijk drie key thema's. Ten eerste, failure is not an option. Onze availability is key en onze klanten vertrouwen ook dat we altijd up and running zijn. Het tweede aspect is de cyber security. We moeten altijd klaar zijn om te antwoorden op nieuwe en potentiële incidenten. In het verleden, en het is ook zo, als je een netwerk hebt van 11.000 connected entities, you're as weak as your weakest link. En dat hebben we, denk ik, een jaar of 5 geleden mogen ervaren. En daardoor is echt security nu echt wel on the top. En een derde luik is innovation. Doordat de banken eigenlijk altijd vragen om meer services naar de core te brengen, moet Swift zichzelf ook altijd aanpassen aan de vraag van de markt. Nu, wat doe ik juist en in welke context ben ik hier vandaag? En dan zie je op de volgende slide, Jeroen, dat eigenlijk het allemaal een beetje gestart is van een soort tooling landscape transformation en rationalization, waar het een kleine 50 jaar geleden eigenlijk redelijk simpel was. Weinig services en meestal monolithic. Een echte monolith. En dan zie je over de jaren heen dat je daar eigenlijk monoliths naast plaatst. En het gevolg daarvan is dat je echt wel een probleem krijgt en dat je evolueert van een state of the art naar echt wel silo's die je moet bundelen. En dit doe je meestal door meer mensen ofwel in je supportorganisatie toe te voegen of operationsorganisatie. Dus wat ik hiermee wou zeggen, it's not scalable. En op een bepaald moment moet je jezelf terug uitvinden. En dat wil ik in de volgende slide een beetje duidelijk maken. Dat hoe hebben we onszelf heruitgevonden? Het is eigenlijk door data. Ja, door data. En die digitale transformatie hebben we in hang gezet door ook onze piramide om te draaien, hè, waar heel weinig in product features al gedacht werd aan hoe supporteren we een oplossing. En uiteindelijk het probleem bij doorschuiven naar de supportorganisatie die echt wel in een firefighting mode moeten gaan, dat we dit omdraaien door vanaf de buildfase eigenlijk alle supportable en business monitoring echt te gaan inbouwen, zodanig dat we eigenlijk die piramide omdraaien. Dus heel wat focus meer op data. En waar zit data? Het zit in logging, het zit in alerting, het zit in traces. En dat was typisch iets waar dat vroeger een afterthought was. Dat wordt nu eigenlijk op de voorgrond geplaatst. En je ziet, en Jeroen voor de volgende slide,
je ziet eigenlijk dat we mooi evolueren naar een shift left. Uiterst rechts ziet u dat we eerst focussen op onze productieomgeving. Maar je ziet nu wel de trend dat iedereen eigenlijk meer geïnteresseerd is in DevOps. En wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat je applicatie eigenlijk aan het bouwen bent. Dus je ziet die trend echt wel merkbaar als je echt met logging begint te werken. En dat brengt ons een beetje tot de topic van vandaag, op de volgende slide, Jeroen. Dat is dat, aan de ene kant was ik begonnen met het traditional monitoring verhaal te vervangen. En in de andere kant van de organisatie hebben ze de traditional SIEM aangepakt en echt wel geïnvesteerd. En wat ik zie gebeuren is meer in het midden, dat modern DevOps eigenlijk ontstaat door het feit dat je heel wat van die logging kunt gebruiken. En als een consequentie zie ik eigenlijk dat er meer en meer nood is aan een crosslayer, waar die verschillende teams gebaseerd op dezelfde of complementaire data toch hun rol gaan vervullen. En dat is eigenlijk mijn introductie een beetje, Jeroen. Ik kom al een beetje tot het topic, maar moesten er vragen zijn, ben ik echt wel klaar om eventueel die te woord te staan. Je bent op mute, Jeroen. Ja, precies. Na 2,5 jaar maak ik die nog altijd. We gaan ook het rondje af, maar ik had eigenlijk al wel een vraag. Die Dev Secure Ops, zeg maar, als thema bij Swift, is dat nu echt een richting vanuit jouw omgeving, dus vanuit DevOps ontstaan? Of is dat uiteindelijk, dat heeft security team gezegd van ho, wacht, laat ons even weer het initiatief nemen. Hoe is dat ontstaan bij jullie? Ja, ik moet zeggen, ik wil vandaag ook een klein beetje uit deze sessie halen van de deelnemers. Want bij ons ontstaat het eigenlijk een beetje meer pure luck of pure noodzaak. Hè? De twee silo's zijn nog altijd silo's vandaag. Ja. Maar wat we vandaag wel zien is dat er voor bepaalde applicaties toevallig voor eenzelfde oplossing gekozen hebben, waardoor data meer en meer toch samen gaat komen. En de vragen langs beide kanten reizen wel, zowel van bottom-up van de mensen. Wij hebben deze data ook nodig, gaan we ze in twee oplossingen inladen. En dan van executive level heb je dezelfde vraag van, wordt het eens tijd om je operations observability en je SIEM om daar ergens een joint strategy te gaan formuleren. Maar vandaag bij Swift is het inderdaad zo, global security had zijn eigen snelheid om te reageren op security incidenten en heeft een andere stack gekozen en laat die data. Wij hadden een andere objectief, maar nu stilletjes aan zie ik ons wel ergens convergen. Dus vandaag zijn we nog silo's, Jeroen. Oké, nou dat is een, dat is denk ik het hoofd, dat wordt het onderwerp van vandaag denk ik ook straks voor de breakout. Dus dat is leuk, tenminste goed te horen dat waar jullie staan met Swift. Dankjewel even voor je introductie. Kom zo terug. De volgende spreker van vandaag is KPN. Erno Doornspleet, welkom. Hartstikke leuk dat jij wil aanschrijven. Jij hebt een interessante combinatiejob. Ja. Dan heb je over convergence. Want je bent enerzijds begrepen de CISO van KPN Security. En, ja. En anderzijds ook vice president rondom op de CTO rondom security. De proposities van KPN rondom absoluut. Security. Absoluut. Dus ja, misschien een beetje schizofreen af en toe, hè, daardoor. Ja, dat is een beetje. Ja. Nee, kijk, ik denk dat iedereen KPN wel kent. Hè. Ik denk in deze call, iedereen heeft daar wel een beeld bij van ja, KPN. En dat is dat bedrijf wat alle leuke dingen doet met verbindingen. Kijk, het is altijd wel leuk als je een beetje kijkt in de tijd waar we vandaan komen. Hè? Want het is ook een beetje de evaluatie van waar komt KPN vandaan en waar staan we vandaag als je praat over security. Kijk, als je dan ziet dat je een bedrijf bent wat uiteindelijk, ik geloof dat we in 1980 heel langzaam de eerste mobiele telefoons een beetje begonnen te komen. En daarvoor kende je alleen maar de vaste lijntjes. Hè? KPN, je betaalt per tik. En dan zeg je nou, vanaf 1984 zijn we begonnen met gsm's. En je ziet uiteindelijk de hele evaluatie van het waren de verbindingen die wij hebben
naar 4G, nu naar 5G, naar glasvezel. En wat je daar ziet, is dat we door die ontwikkelingen heel veel innovaties continu moeten doen. En die innovatie, ja, die zit natuurlijk over de as van hoe gaan wij nieuwe producten in de markt zetten waar wij als bedrijven en als BV Nederland op kunnen bouwen. Want BV Nederland, dat vind ik wel heel mooi als je daar naar kijkt. Wij zijn natuurlijk wel een land die heel innovatief is, die hele mooie producten neerzet en waarbij we natuurlijk daardoor ook best wel voorop lopen op datgene wat wij in de markt te bieden hebben. Als we kijken naar ASML en nog een paar van dat soort bedrijven, dan zeg ik, ja, daar mogen we best trots op zijn dat we die innovatie hebben. Nou, als we dan naar KPN kijken en we zeggen, nou, we hebben een paar wilde getallen, misschien weet niet iedereen dat. Maar als je kijkt naar mobiel, zitten we bijna 6 miljoen mensen die gebruik maken van ons mobiel netwerk. Die moeten elke dag gewoon secure op de juiste manier gewoon mobiel kunnen gebruiken. Dus de data en alles eromheen. Dat zegt ook iets over als je dat zou kunnen disrupten, wat dat betekent voor Nederland. 6 miljoen aansluitingen. Als je dan kijkt naar breedbandverbindingen, daar zit je ook op bijna 3,5 miljoen mensen die al op ons glasvezel zitten. Nou, ook daar moeten wij natuurlijk wel voor borgen dat alles wat we daarop bouwen en eromheen bouwen, dat het op een bepaalde manier secure is. Dus aan de ene kant gewoon ons eigen huiswerk blijven doen. Wij hebben, zoals jullie allemaal waarschijnlijk weten, ook wel een klein dipje gehad met een soort van hack bij KPN, waar we heel blij van werden. Zeker na het horen dat iemand was op een zolderkamertje. Dat zijn toch niet de dingen die je graag zou willen hebben. Maar uiteindelijk praat je wel over een heel groot deel van Nederland ze vertrouwen geeft aan KPN in het gebruik van hun netwerk. En dat doen we ongeveer met een rond 9,5 tot 9,6. Dus 9,500 man leveren we die dienst. Zoals je begrijpt, iedereen heeft daar een bepaalde rol in. En als ik dan kijk naar hoe wij naar security kijken, en dat is ook mijn dubbelpet. Aan de ene kant ben ik bezig om te zorgen dat bedrijven secure zijn en secure blijven. En aan de andere kant hebben wij producten die we op de markt brengen. Producten die secure moeten zijn. En wat wij dit jaar ook zeggen, security first, en dat klinkt heel logisch, toch? Hè? Security first vinden we allemaal heel logisch. Maar als je echt onder de motorkap bij heel veel bedrijven kijkt, is security niet altijd first. Het is eigenlijk go-to-market first. Het product verkopen first. Security komt later wel. Hoe erg is het? Nou ja, dat wil je voorkomen waarschijnlijk. Maar, ja. Nou ja, uiteindelijk zal je wel moeten. Maar we hebben genoeg bedrijven waarbij ik weet dat security niet first is. Maar het komt er een beetje bij. En als dan het misgaat, dan staan we met z'n allen heel op elkaar aan te staren van hoe kan dit nou? En wat is hier nou gebeurd? En hoezo is dit niet secure? En dan komen we natuurlijk ook op het onderwerp uit waar ik gewoon heel blij van word. Want kijk, ik zit in mijn CTO-rol, kijk ik dagelijks naar nieuwe producten, naar nieuwe componenten. Wat kan ik eigenlijk, hoe kan ik de diensten verbeteren als het gaat om KPN? En aan de andere kant wil ik ook zeker weten dat het secure is. En ik heb dan die twee pets op. Aan de ene kant vraag ik aan mijn leveranciers, hoe doen jullie eigenlijk DevOps? Doen jullie DevSecureOps of Secure DevOps? Want daar zitten nogal wat definitieverschillen in. Hè? Want ik denk dat is ook wel leuk. Ik ben ook benieuwd of iedereen, maar dat gaan we in de breakout misschien nog wel even bekijken. De een zegt namelijk, nou, heren zou ons zo, heren, ik heb aan heren gevraagd daar kort even een soort Want dat is wel belangrijk om daar eens even over te hebben. Zo van, je hebt DevSecureOps en je hebt Secure DevOps. Het zijn twee verschillende dingen. En wat ik dan merk, is alles wat wij vandaag doen, waar zit dat dan? Zit het dan in DevSecureOps of doen wij Secure DevOps? Nou, en het leuke is, wij doen dus beide. We doen aan de ene kant van het huis doen we DevSecureOps en aan de andere kant doen wij Secure DevOps. Dus dan gaan we direct nog even met elkaar, denk ik, over sparren wat nou wel en niet prettig is, hoe je dat dan doet en wat vooral daar belangrijk is. Hè? Want ik denk dat de meeste mensen
onderschatten wat daarvoor nodig is. En ik denk dat zeker, dat is ook mijn linkje als ik kijk naar wat wij dan ook met Elastic doen, is inzicht krijgen in je data. Weet je, waar staat dan de data? Hoe kan het geautomatiseerd doen? Want in onze beleving, vanuit KPN-oogpunt, kan je Secure DevOps alleen maar doen als er heel veel geautomatiseerde componenten in zitten. Als je niet geautomatiseerde componenten erin hebt zitten en je weet niet waar je data staat, je bent niet flexibel in je datamodel, wordt het één grote chaos en dan gaat het nog niet werken. In ieder geval, dat zijn de ervaringen die wij hebben. En ik ben ook erg benieuwd hoe... En dat heeft met de controle dan te maken eigenlijk. Ja. En ook niet dat je de grip... Nou ja, kijk, uiteindelijk... Stadium voorbij hebt dat je het in Rules of Engagement vastlegt, zeg maar. Dus dat je het... Nou ja, kijk, uiteindelijk waar ik naar kijk is... waar staat je relevante informatie? Als je namelijk in een DevOps model gaat zitten... is het erg belangrijk om te begrijpen... waar staat de relevante data? En ook wie oont nou die relevante data? En ik denk wel dat als je dat niet goed in het snotje hebt... wie, wat, waar, waarom... kan je dit model wel willen toepassen, maar die gaat volledig mis. Dat hebben wij uit ervaring ook ontdekt. En daarom zeg ik ook van, als je je base tooling eromheen niet voor elkaar hebt, hè, dus je weet niet waar je data staat, je kan niet heel makkelijk kijken naar de source. Waar is de source? Zeker in distributed modellen moet je daar heel snel bij je source kunnen. Je moet weten waar het staat, je moet dat soort dingen begrijpen. En als ik dan kijk naar... En het is niet om reclame te maken, jongens, maar het is wel voor mij heel belangrijk. Als ik dan kijk hoe wij Elastic Search daarin gebruiken, om daar een beetje een helder beeld bij te creëren, en daar op basis daarvan de dingen bij elkaar te kunnen brengen, dat helpt ons wel om het hele Secure DevOps model goed te kunnen inrichten, en op de juiste manier kunnen uitvoeren. Want als je dat niet doet, dan denk je alles te hebben, dan denk je een helder beeld te hebben, maar dan gaat het hele model beginnen te kraken. En daar moet je echt wel op letten. En dat zijn de dingen die wij toch een paar keer niet goed hebben gedaan. Waardoor je eigenlijk dan weer terugkomt op het oude model. Dan heb je uiteindelijk iets moois gemaakt. En dan ga je toch weer opnieuw handmatig de old school manier weer naar security kijken. En dan kom je achter dingen die niet goed zijn. En dan is het eigenlijk weer veel te duur. En ik ben weer terug bij de tekentafel. Dus inzicht krijgen in de flow. Inzicht krijgen in je sources. Staat en gaat bij automatisering en staat en gaat bij de juiste tooling eromheen. En dat wordt vaak onderschat. Is jouw achtergrond eigenlijk, Enno, kom jij uit de security silo of heb je andere silo? Ik ben echt een dus ik ben een security freak, ja. Ik ben een security silo, ja, daar kom ik vandaan. Dus daarom dat ik ook op een iets andere manier daarnaar kijk. Ik heb bij IBM gewerkt, 14 jaar lang. Mm-hmm. Daar heb ik bij het X-Force en het X-Force team bij IBM gezeten. Dat zijn de security nerds, zullen we zeggen. Dus ik heb in mijn poten in de prut gestaan bij grote security aanvallen. Een aantal bij jullie ook bekend. En Merske heb ik zelf ook mogen helpen te fixen. Een aantal zijn jullie, kan ik niet zeggen, dat terminals geweest bent, maar... Ja, en dus ik kijk naar Secure DevOps vanuit een security oogpunt. Dus ik kijk niet vanuit vanuit mijn collega die misschien een andere angle kijkt. Ik kijk juist vanuit de security kant. En ik ben ook meer een voorstander van dat iedereen in zo'n model security kennis zou moeten hebben om het op de juiste manier te kunnen uitvoeren. Want iemand zegt, heb je een concreet voorbeeld? Ja, ik heb een concreet voorbeeld. Als iemand geen security kennis heeft, daardoor besluiten neemt hoe hij iets gaat bouwen of gaat connecteren, dan heb je voor je het weet een data breach te pakken. Heb je voor je het weet access to data die je niet wil in je model. Dus voor mij is het vanuit mijn egoïstische security pet, zeg ik, geen security kennis, groot probleem, in een secure DevOps model. Dat gaat gegarandeerd mis, want mensen maken verkeerde keuzes. Vonden ze, zeg maar, aan de DevOps zijde van de KPN kant jou daar lastig en vertragend mee? Of omarmden ze gelijk? Ik zit er nog, dus op zich misschien valt dat mee. Ik zit er nu twee jaar in de week. Is je stoel net zo hoog als toen je binnenkwam? Nou, het is strontvervelend. Ja, strontvervelend. En dat komt ook, en dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Omdat als je dan met elkaar om tafel zit, dan gaat het uiteindelijk om het volgende. Je moet wel de mensen bij DevOps
kennis gaan geven. Ja, je moet niet lopen klagen op ze. Je moet zeggen, oké, als dit het niveau is wat je hebt en dit is waar we naartoe willen, dan moet ik je aan de hand gaan nemen en ik ga jou meer kennis geven om de juiste stappen te kunnen maken. En dan krijgen ze ook veel meer plezier erin. Dan wordt ook security niet meer gezien als de lastige in een DevOps proces. Takel, ja. Maar dan wordt het hier van, hey, als ik het nu meteen meeneem, ik pak het op de juiste manier, dan gaat die flow veel beter en dan uiteindelijk gaat je product veel sneller en makkelijker naar de markt. Ja. Maar daarvoor, nee, niet. Dan is het een discussie. En dan krijg je dus dat verkeerde keuze worden gemaakt in je applicatie. En dan kan je niet naar de markt, omdat de dingen ontsloten worden die je helemaal niet wil. En jullie weten allemaal, wij zijn natuurlijk ook nog eens kritische infra. Dus ik heb ook nog eens een aantal toezichthouders die mij extra controleren als het gaat om security, voordat ik producten op de markt breng. Dus ik moet daar ook heel strak op zitten dat dat allemaal klopt en correct wordt uitgevoerd. Rondom die, die kritische infra kom ik zo nog even terug, want dat is denk ik zowel een vraag aan jullie als aan Swift. En nog één vraag en dan wil ik eigenlijk de heren ook introduceren. Is dat zeg maar, als ik jou hoor zeggen, het soort met security by design, maar is het ook in je teams, zijn die DevOps teams ook nu anders opgezet? Zitten daar nu, is het meer van iedereen moet bewust ervan zijn wat de impact hiervan is? En zoals jij dat aangeeft, zelf al vanaf het begin invoert en is iedereen verantwoordelijkheid in? Of is het ook een kwestie van organiseren en zorgen dat er in die squads, of hoe ze dan bij jullie heten, ook in die teams, een security lead zit? Nou, we hebben twee belangrijke dingen. Aan de ene kant zorgen we ervoor dat iedere medewerker sowieso een basisniveau security nu heeft. Hè? Dus dat we dat gewoon sowieso brengen. En daarnaast hebben wij, zullen we zeggen, ook nog eens 1 à 2 personen, afhankelijk van hoe groot het team is, die echt security specialist zijn. En die werken niet zozeer, rapporteren die in de security line. Nee, dat zijn echte specialisten in de teams. Dus dan krijg je meer ownership in het team. En anders wordt het gezien als, oh, dat is zo'n vooruitgeschoven post. Dat moet je niet willen. Want dan gaan ze er nog steeds omheen proberen te draaien. Nee, dat is echt iemand in het team die wij continu enablen met extreem veel meer security kennis. En die bewaken dan ook, of eigenlijk die bewaken het niet eens. Die zorgen ervoor dat in dat proces security elke keer in elk stapje op de juiste manier wordt meegenomen en gebalanceerd wordt. Dus het is wel iets anders. Inderdaad. Dan daarvoor. Maar laten we het ook niet doen alsof dit iets nieuws is. Hè? Het klinkt misschien heel nieuw, maar ik heb deze discussie al in 2018 al gevoerd over DevOps en Secure DevOps, waarin we al zeiden van, is dit nieuw? Echt? Is dit een nieuw iets? Is dit een hype? En want toen dachten we nog dat het een hype was in 2018. Daar zijn verschillende discussies over geweest. Nu vinden we eigenlijk dat het zo hoort. Maar in 2018 zeiden we met z'n allen, en er zijn heel veel events geweest, zeiden we van, ja, maar is dat nou echt wel de oplossing? Gaat het boel niet vertragen? Zijn we niet aan het overdrijven? Nou, we zien vandaag de dag dat we niet aan het overdrijven zijn. En als we het goed doen, het juist, denk ik, een betere basis is om goed DevOps te doen. Ja, interessant. Dankjewel even voor nu, Erno. Leuk om een stap te maken naar de volgende spreker, dat is Heren. En jij schrijft aan namens onze partner in deze sessie, Elastic. Erg leuk, want Elastic ben ik al heel lang een groot fan van. Het is ik weet niet of ik het goed zeg, is het een voorheen Nederlandse unicorn? Zijn jullie net zoals TCS en Infosys ook niet langer een Indiaas bedrijf, dus een Nederlands bedrijf, maar een wereldwijd bedrijf? Dus mag ik jullie nog aanspreken als Nederlands bedrijf? Of willen jullie dat absoluut niet? Wat heeft jouw marketingafdeling gezegd? Een Nederlands bedrijf, hoor, maak je daar geen zorgen om. We zijn gewoon een Nederlandse NV. Weliswaar wel genoteerd aan de Amerikaanse beurs. Inderdaad, wij zijn een voormalige Nederlandse start-up en unicorn. Met een bedrijf met meer dan 1 miljard marktkapitalisatie. Inmiddels al ver voorbij. En we gaan dit jaar met elkaar 1 miljard omzet doen met ongeveer 3000 medewerkers. En ik hoop dat je nog steeds van ons fan bent, Jeroen. En je zal waarschijnlijk kennen als search-organisatie, want daarin zijn wij gespecialiseerd. Daar zijn we marktleider in, ook de meest innovatieve. En met name in situaties waar klanten op zoek zijn naar snelheid, relevantie en op hele grote schaal. Maar dat is waar Elastic zeg maar echt uitblinkt en redelijk uniek in is. En ik kan je bijna horen denken, Jeroen, van wat doet een searchbedrijf in deze sessie? Ja, precies. Jullie kwamen toen we dit zaten voor te bereiden met van, oh leuk, denk ik, Elastic en dan use cases en dan en zeg ja, maar we willen het over secure DevOps hebben. Ja. Oké, okay, overtuig ons. Ja, nou, overtuigen maar. En nog even een beetje een sneak preview gegeven. Maar leuk dat jij even
dat kan duiden en intro wil doen. Ja. Ja, het is voor ons denk ik heel, heel relevant. Hè? Als je kijkt natuurlijk naar zeg maar, DevOps, operations met name, hè, die met observability bezig zijn, met monitoren van complexe omgevingen, die kijken heel veel naar data en zijn op zoek naar nieuwe inzichten. Eigenlijk gewoon search. En dat is waar Elastic zeg maar, heel lang een speler in is. Aan de andere kant zie je ook security organisaties natuurlijk aanwezig zijn, heel belangrijk zijn. Ook heel veel naar data kijken, die overigens vaak naar dezelfde data kijken als operations. Hè. Dus eigenlijk zijn het twee zijdes van dezelfde munt. En ook aan de security kant, zeker daar, zijn we altijd op zoek naar nieuwe inzichten en nieuwe modus operandi. Hoe kunnen we daar adopteren? Hoe kunnen we de boel veilig houden met elkaar? Dus voor ons is het eigenlijk vrij natuurlijk om die dingen bij elkaar te gaan brengen. Vanuit een technologie, zeg maar, perspectief. We hebben gewoon een platform waarin zowel observability als security seam zeg maar, ingebakken zit. Waarmee je aan de slag kan gaan en aan beide kanten kan je zeg maar, gebruik maken van onze AI machine learning om heel snel in die omgeving inzicht te krijgen en daarop juiste en betere besluiten te kunnen nemen. Dus één kant van het verhaal waarom het voor ons heel erg relevant is. En de andere kant van het verhaal waarom juist deze sessie voor ons heel belangrijk is, Jeroen, is eigenlijk dat je niet alleen moet praten over technologie, maar er is ook een heel groot stukje change management aan vast. Het is ook een cultuurding waar we met elkaar te maken hebben. Je hebt al een paar dingen gehoord, denk ik, vanuit Stefan, waar hij tegenaan loopt met zijn weg. Bij Erno horen praten over zijn perspectief. En wij denken dat de technologie hier is om het mogelijk te maken, maar vooral aan de kant van change management, aan de culturele kant, de mensenkant, met elkaar nog een hoop te leren hebben en een hoop te doen hebben. En ook vandaag over met elkaar in ieder geval een stuk kennisdeling te kunnen doen, om iedereen een stukje wijzer uit deze sessie te laten weglopen. Ja, leuk. Kun je wat, Erno had het net ook al over de definitie, zeg maar. Hè? De verschil tussen Secure DevOps en DevSecOps, zeg maar. Zou je daar de groep op één lijn, op één niveau proberen te krijgen? Ja, zeker. En ik ga niet proberen om daar zeg maar, echt een definitiepurist in te zijn, want dan gaan we met elkaar een hele lange discussie hebben. Ja. Maar waar het natuurlijk om gaat, natuurlijk met elkaar, dat gaf Erno al aan, hè, de time to market is steeds korter. We moeten met elkaar steeds sneller gaan. Hè? We gaan met elkaar agile werken om heel snel functionaliteit te kunnen aanbieden die voor ons bedrijf relevant is. Maar het moet wel veilig gaan gebeuren. Maar die versnelling van eigenlijk het leveren van functionaliteit, hè, tot 10, 20 keer sneller als in het verleden, is wel een hele grote uitdaging geweest voor security. Er is eigenlijk weinig ruimte om daar even rustig naar te kijken. Dus je moet veel meer bij de kern beginnen, de kernoorzaak. Oftewel, hoe kunnen we ook in de DevOps kant een stukje security verantwoordelijkheid en bewustzijn neerzetten? En hoe kunnen we aan de security kant ook een stukje DevOps bewustzijn en kennis aanbrengen? Oftewel, DevSecOps is eigenlijk gewoon een gedeelde verantwoordelijkheid over die teams heen voor het begrip van security. En daarmee hou ik hem vrij high level, maar dan voorkomen we in één keer een detail discussie over definities. Ja, helder, helder. Wat is jouw ervaring nu? Ik weet niet of je dat kunt met bijzonder in de Nederlandse markt, zeg maar, over hebben. Want het onderwerp gaat om die silo's die er eigenlijk nog steeds zijn. En eigenlijk het optimum dat je dat dus geïntegreerd hebt. Wat is de state of the union, zeg maar, wat dat betreft, wat jullie in Nederland zien? Hoeveel bedrijven zijn al daar vol in? En hoeveel bedrijven hoppelen daar achteraan? En hoeveel hebben er eigenlijk nog geen idee van waar we het over hebben? Ongeveer. Ja, ik denk het varieert enorm. Hè? En ik denk het thema van data in silo's is natuurlijk niet nieuw. Ik bedoel, wanneer zijn we met elkaar begonnen met het bouwen van het Enterprise Data Warehouse? Dat is ergens in de jaren 90 geweest. Hebben we daarmee ooit het probleem opgelost? Ik denk nog steeds niet. We hebben onze data lakes gehad waarin silo's zitten. En nog steeds zijn er heel veel data silo's. En ik denk dat we vaak vooral de fout maken om daar maar te kiezen voor alleen technologie en daarmee aan de slag te gaan. Maar technologie is er wel. Het is vaak veel meer regelgeving, cultuur, processen, data privacy, waar we tegenaan lopen om eigenlijk die silo's te kunnen doorbreken. Het geeft al een klein beetje aan dat er nog heel veel organisaties in Nederland zijn die toch best wel een lange weg te gaan hebben met elkaar, om binnen die complexe zeg maar, invloed die we hebben vanaf allerlei verschillende perspectieven, dit voor elkaar te kunnen gaan krijgen. Dus ik denk dat we eigenlijk met name nog vooral ook bezig zijn om eigenlijk het verhaal van data silo's in dit perspectief met elkaar op te lossen. Uiteraard zijn er een paar bedrijven die daar heel ver in zijn. Ik denk dat Erno een paar mooie voorbeelden gaf, maar ook vanuit Zwift worden hele mooie dingen gedaan. Maar in de brede zin denk ik dat we met elkaar nog steeds aan de vooravond staan van zeg maar de massale adoptie van het hele begrip DevSecOps. En dat we dan vooral met elkaar nogmaals niet op technologie alleen focussen, maar vooral op de zaken daaromheen. Die maken met regelgeving, data privacy, cultuur, leiderschap van de top. Dat zijn toch wel een paar elementen, Jeroen, die wij veel tegenkomen. Waarom eigenlijk de adoptie van dit hele verhaal nog niet is waar het zou moeten zijn met elkaar. En in sterk gereguleerde markten, zeg maar, zoals in de finance sector, lopen die hier dan in voorop? Omdat dat aangrijpen als een manier om daar aan te voldoen van de... Nou, ik zou bijna de vraag aan Stefan willen stellen. Die is natuurlijk al Zwift, zit hij in een enorm hoog gereguleerde zeg maar, markt.
Dus ligt Stefan, wat is jouw zeg maar viewpoint op zeg maar de regulering van data en andere zaken binnen je organisatie die jou wellicht afremmen om zeg maar te komen tot een volledige DevSecOps motie? Heel complex. Heel complex gelukkig zit ik nog aan de operational data kant. Want Swift beheert natuurlijk ook de transactional data kant, hè, de financiële berichten zelf. Wat is de payload? Wat stuurt een bank naar een andere bank? En dat hebben we zelf ook fysisch van elkaar gescheiden. Dus mijn team heeft eigenlijk niet de bevoegdheid, nog de tools om te werken met payload data. Dus tot zover gaat het. Hè. En die zitten echt in een aparte netwerkzone met aparte analytics tools. Wij mogen eigenlijk enkel werken met de traces. Hè. De traces die alle messages achterlaten. Dus echt puur operational data. Daar kan je echt wel goed voor performance, traditioneel monitoring en ook voor security gaan gebruiken, want je ziet ook die traces. Maar natuurlijk recentelijk is toch al een paar jaar terug, met GDPR was het ook een andere ballgame. Hè. We moesten echt ook wel gaan kijken, binnen in die operational data wordt het gebruik van die data eigenlijk volgens de regels gebruikt. Hè. Gaan we die dan later niet gaan gebruiken voor marketing of commerciële doeleinden? Dus ook nog eens, daar zijn we sterk gereguleerd. Maar als ik spreek over transactional data, dan komt het echt van de board. Dan moeten we echt onze board bijna vragen van, wij zouden graag dit field minen van de transactie, hè, op een gecorreleerd of een geaggregeerd niveau, bijvoorbeeld op country niveau of op institution niveau. Elke field dat we extra willen vragen, moesten we board approval hebben. We hebben, denk ik, een paar jaar terug een poging gedaan om het om te draaien. Dat we meer vrijheid krijgen om meer met de data te spelen. Maar deze wide approval hebben we niet gekregen. Dus het is zeker een vertragende factor op niveau van innovativiteit bij ons. Want we zouden natuurlijk veel meer met die data kunnen doen, mochten we er vrij kunnen over beschikken. Maar zoals ik zei, Swift is een community. Wij worden gestuurd door 2400 members. Een aantal grote banken zijn onze boardmembers. En die hebben een andere opinie over het gebruik van eigenlijk hun data die daar zit. Dus het is een vrij complexe wereld, waar Swift niet alleen zich moet houden aan de regelgeving van de wet van Europa of Amerika, in terms of voor subpoenas en zo. Maar dan hebben we onze boardmembers die eigenlijk ook de positie binnen elke bank nog gaan verdedigen voor bepaalde informatie toch secret te houden. Ja? Dus in die wereld navigeren we wel. Maar op niveau van operational data heb ik het iets gemakkelijker. Wij bestempelen operational data als restricted en not confidential of niet highly confidential. Vandaar dat we toch meer bewegingsruimte hebben. Maar we zijn wel nog beperkt met wat de GDPR ons oplegt. Dus geen personal information en zo mag gebruikt worden voor de verkeerde doeleinden. Dankjewel, Stefan. Ik denk ook, Jeroen, natuurlijk, dit geldt ook heel erg voor Swift, hè, die in een heel zwaar gereguleerde omgeving zit. Maar GDPR is natuurlijk een fenomeen waar elk bedrijf mee te maken heeft. En ik wil het alleen vooral even belichten om aan te geven dat, zeg maar, met name dat soort zaken echt wel op dit moment de remmende factor zijn binnen de adoptie van deze zeg maar, manier van werken met elkaar. En dat is misschien ook goed ook, hè, moet een bepaalde balans zijn tussen risk en reward. Maar dat heeft wel iets wat ik ook aangaf uit Erno, hè, die al sinds 2018 hierover praat. Het is niet van vandaag op morgen geregeld. Er zit echt wel een heel stuk denkwerk achter met externe en interne invloeden die heel belangrijk zijn. Dus, ja, nou, misschien is het wel leuk, Erno, als jij wat kan duiden ook over de organisatie rondom dit fenomeen. Aanvankelijk, jullie zijn natuurlijk een kritisch infrastructuurbedrijf. Ja. En ik hoor duidelijk aan de Swift-kant ook dat de members binnen de community dingen beperken. Ja. Ongetwijfeld heeft dit ook impact aan jullie zijde als type bedrijf. Kun je iets vertellen over de vorm waarop jullie dit georganiseerd hebben eigenlijk? Nou, kijk, wij hebben het mooie is, het minder handige is en het goede voor de klant is natuurlijk dat we gewoon ook zwaar gereguleerd zijn. We hebben natuurlijk de AT,
die ons gewoon regelmatig controleert, dat we ons aan de regels houden, dat we de juiste... Dat is de Autoriteit Telecom, hè? Autoriteit Telecom, die zorgt er echt voor dat wij binnen de bandbreedtes die daar gesteld zijn, data kunnen en mogen gebruiken. Dat is natuurlijk heel goed, want ik denk wel dat als je ook kijkt wat voor data natuurlijk allemaal voorbij komt, dat is nogal wat. Hè? Een aansluiting bij iemand thuis, bij een bedrijf, daar gaat nogal wat overheen. Dus het is heel goed dat dat gereguleerd is. En daar houden we ook ons heel strikt aan, want anders dan gaat het natuurlijk niet goed. Wat wij doen, is wij hebben deze clubjes, die zitten op verschillende plekken. Dus we hebben consumentenmarkt. Binnen de consumentenmarkt hebben wij een club die Secure DevOps doen. Dat heb ik ook binnen de zakelijke markt, heb ik dat ook. En zo hebben wij eigenlijk allemaal kleinere clubjes die op verschillende plekken deze activiteiten uitvoeren. Dus afhankelijk van waar ze zitten, hebben ze bepaalde beperkingen en bepaalde reguleringen waar ze zich aan moeten houden. En dat maakt voor het ene clubje makkelijker om iets te doen. En bij de andere is het heel zwaar en heel, heel strikt. En daar, die hebben het wat lastiger. Dus dat varieert per component en per onderdeel waar ze zitten. Maar ja, Nogmaals, het is een hele strenge controle op. En dat is goed. Daar is niks mis mee. Ja. Het beperkt misschien een heel klein beetje in, aan de ene kant misschien in je snelheid. Maar het voordeel is, omdat wij die regels goed kennen, heb je ook daarbij, zodra je echt live gaat, heb je het al van tevoren, is het al op orde. En dus je hoeft je dan ook niet druk te maken dat je misschien iets doet wat buiten die regels valt. Dus ook bij ons moeten wij kunnen aantonen aan de AT dat zaken goed en secure zijn en dat we aan die regels doen. Anders mogen wij niet eens producten in de markt wegzetten. Dus zo streng het is bij ons zelfs gereguleerd. Heren, jij wilde voor mij wat toevoegen of vragen? Ja, voor straks moet elkaar beeld schetsen dat het bijna onmogelijk is te kunnen omarmen met elkaar. Wil ik ook wel even een paar dingen nog aan toevoegen in de context. Hè? Want nogmaals, technologie is niet de bottleneck. Hè? Er zijn andere zaken die bottleneck zijn met elkaar net besproken hebben. Grappig genoeg is wel vaak technologie weer de oplossing om daaromheen te kunnen werken met elkaar. Hè? Als je kijkt naar allerlei privacygevoelige data, je praat over anonymiseren, pseudonymiseren, zijn heel veel dingen die je kan doen met data, zonder direct naar persoon terugrelateren, waarmee je toch relevante inzichten kan krijgen om het proces wel te kunnen toepassen. Dus het is vooral ook een balans tussen de risk en de rewards. Het afstemmen van zeg maar, je interne en externe policies. Met elkaar daar een goede discussie over te hebben. En ook vertrouwen te hebben zeg maar, in technologie die er is. En het kader van anonymiseren, pseudonymiseren, maar ook security binnen zo'n platform. Om dat zeg maar, wel mogelijk te kunnen maken met elkaar. Kijk, ik denk dat je tools juist je vriend is in dit soort situaties. Als jij op de juiste manier tools toepast. En het klinkt een beetje oldschool hoor. En het komt misschien omdat ik al een dagje ouder ben. Maar de welbekende airbag is natuurlijk gewoon, de hele role-based access zegt ook iets wie waar bij mag en waarom. En dat zit gelukkig in een heleboel tooling zit dat. Als je praat over datasets, het anonymiseren en het weghalen van bepaalde componenten, zijn hele mooie tools voor, kan je heel goed doen, kan je goed aantonen dat je dat soort spul eruit filtert en dan kan je het gewoon in je test en in je teststraten gewoon goed toepassen. En dat is juist denk ik de kracht, de technologie die we vandaag de dag hebben. Als je 10 jaar terug gaat in de tijd, hadden we af en toe daar wel eens moeite mee. Maar vandaag de dag hebben we zoveel mooie tools, waardoor het mogelijk wordt om dit hele proces soepeler en beter en meer secure te laten verlopen binnen de wet en regelgeving die er gesteld zijn. Alleen, ik denk dat heel veel mensen niet eens weten dat ze die tools hebben en dat ze die misschien niet op de juiste manier nu inzetten. En dat denk ik dat ook een stukje kennis en kunde is. He, en dat merk ik ook bij de tools die Elastic heeft. Er zitten zoveel capabilities in, dat je soms even vergeet dat je het daarmee al mee kan oplossen en dat je daarmee al je proces kan verbeteren en al slimmer kan maken, waardoor je je hele DevSecOps slimmer kan uitvoeren. En dat is wel iets, denk ik, waarbij we elkaar meer kennis en kunde moeten geven om die tools slimmer in te zetten, om dat proces veiliger te houden. Dus dat is best wel... grappig. Ik zie een leuke vraag zeggen dat er... Ja, die wil ik eigenlijk ook niet aanhalen. Niet zeggen dat er te veel tools zijn, waardoor men door het boom het bos niet meer ziet. Ja, en daardoor zelfs onveilig wordt. Dat vind ik een hele mooie. Daar wil ik wel iets op zeggen namelijk. Want als je kijkt op tools, zeker op security, ik geloof dat een gemiddeld bedrijf heeft 140 tools van 40 leveranciers.
En zodra er maar iets gebeurt, gaan alle lampen rood. Of geen één lampje gaat rood. En ondertussen ben je toch gehackt. Wat de fuck zijn, sorry voor mijn woorden. Zijn we aan het doen? Ja, we hebben te veel tools. En we kopen ook veel te veel tools erbij. Omdat we niet weten wat we al hebben. En wat de capabilities van de tools zijn. En ik denk echt, willen we het slimmer doen? Is het niet zozeer van, moet ik een nieuwe tool hebben? Nee, maar maak ik gebruik van de capability van de tool die ik vandaag de dag op de plank of in ieder geval gebruik. Dus mijn advies is altijd, ook toen ik bij IBM zat, koop nou niet meteen een nieuwe tool, maar ga nou eens kijken wat je al hebt en kan je daarmee iets slimmer doen. Want ik ben het eens, te veel tools gaat mis. Gaat garandeerd mis en er lekt ergens iets of dat je, dat gaat hem gewoon niet worden. Dus echt oppassen daarmee. Er is eigenlijk nog een voorgaande, bovenop die van Arno. Ja, zeker even te kijken. Hebben die gezien rondom Jean-Louis van Vattenfall? Dat eerste deel snap ik trouwens van je vraag. Maar je legt de link zonder cloud. Misschien kun je hem zelf toelichten, je vraag. En je stelt, kun je door de complexiteit en schaars kennis nog wel optimaal security voor je bedrijf creëren? Dus het kennisvraagstuk. Ja, dat klopt. Dus wat je ziet, het gebied van security wordt zo complex. En ontwikkelt zich op dit moment ook explosief. Ja. Kun je dat als bedrijf zijnde nog allemaal bijbenen? Want IT-kennis is sowieso schaars in de markt. En als je het alleen voor jouw bedrijf doet, dan ben je altijd beperkt met capaciteit en resources. Ja. Is het niet beter om secure communities te gaan vormen in de cloud? En heb je dan niet een betere bescherming? Is dat een trend? Is dat een vereiste voor de toekomst? Of kijk je er anders tegenaan? Ik kan er wel iets over zeggen. Want wat je namelijk, er zijn twee dingen. Eens, het gaat heel snel. Het gaat echt, de security wereld, dat gaat heel snel. Het komt ook het heel jong zijn. Hè? In principe bestaan we nog geen rond de 50 jaar. De eerste hack was rond 71. Dus ongeveer 50 jaar hebben we echt security. Gaat het sneller, kunnen we het bijbenen? Ik denk, als we de illusie hebben het solo te willen doen, gaan we het niet bijbenen. Dat gaat niet. Wat we nu wel al zien, is dat een aantal bedrijven, en dat worden gelukkig steeds meer, vormen communities om elkaar kennis te geven en kennis te delen. Ik weet dan toevallig dat er een aantal bedrijven, een stuk of 15 in Nederland, met elkaar om tafel zitten en zeggen, hoe heb jij je security policies gedaan? Kan ik van jou leren? Want hoe kan ik mijn security policies verbeteren? Als we kijken naar de keten. Hè, jij wil iemand in je keten opnemen. Ja, als ik als KPN zo'n partij al in mijn keten heb gedaan, dan heb ik hem al getest. Dan heb ik hem al op zijn security bekeken. Dan heb ik al een oordeel daarover. Dan zit hij daar al in. Waarom gaan we niet proberen, waar dat kan, het kan niet altijd, dat soort kennis te delen. Want als we dat niet doen, lopen we altijd achter. Het gaat te snel. Er is een schaarste in de markt. Dus we moeten communities creëren. En er zijn er nog te weinig, want ik denk wel, Jean-Louis, dat we daar misschien met z'n allen meer tijd aan moeten besteden om die community bij elkaar te brengen. Want ik denk dat er te weinig zijn en we delen nog steeds te weinig. En soms komt dat door commercieel belang, hè, zeker bij securitybedrijven. Die hebben een neiging vanuit een commercieel belang niet te willen delen. Maar dat moeten we wel gaan doen, want anders, ja, weet je, laten we wel zijn. Onze cybercriminelen zijn meester in delen. Dus wij moeten ook gaan delen. Heren, wat wil jij toevoegen, Jeroen? Een paar dingen. Ik bedoel, ten eerste, het kan soms zo zijn dat je inderdaad jezelf voelt als bedrijf als een amateurclub die speelt tegen de eredivisie, zeg maar. Dus de criminelen die dat aan het doen zijn, dat is het echt. Hè, dus elk bedrijf moet eigenlijk even goed beschermd zijn, ongeacht zijn grootte en hoe geavanceerd je bent. Dus dat is op zich al een probleem in de kern. Aan de andere kant kan je natuurlijk wel security voor een deel uitbesteden. Dat zien we ook steeds meer in de markt gebeuren, waarin eigenlijk service providers, zeg maar, security diensten aanbieden. Onder andere Erno overigens met KPN in de markt. Maar onthoud natuurlijk wel dat je natuurlijk niet de verantwoordelijkheid kan uitbesteden. Je zal ook daar zelf als organisatie altijd op een bepaald niveau kennis en kunde moeten houden en moeten nadenken hoe je security gaat inrichten. Ook het gaan naar de cloud heeft natuurlijk een aantal voordelen. Maar zeker in multi-cloud omgevingen kan het ook weer een aantal security gevaren in zich hebben. Dus ik snap de vraag volledig, hè? En ik herken het spel van de amateurclub tegen de eredivisie en ik hang er geen waarde aan, maar gewoon om even het beeld duidelijk te maken. Alleen de oplossing in de cloud is niet alleen maar de cloud. Daar kan een deel van de oplossing in zitten. Het zou meer een combinatie moeten zijn van inderdaad meer samenwerken, misschien gebruik maken van hele gespecialiseerde dienstverleners en een stuk in de cloud gaan zetten.
Ja, kijk, ik denk het zijn twee dingen met cloud, hè. Ik zit op de leuke... Ik heb internetproblemen, sorry, en het is wel KPN breedband. Dat is niet zo mooi, Hans, want dan moet ik even checken waar je zit, welke regio. Zal ik eens even een klacht indienen bij onze lokale... Iedereen springt weer helemaal in de stress natuurlijk, Hans is weer van de AFM. Dus, ja, precies. Nou, misschien omdat hij van de AFM is, heb ik hier iemand gezegd... Jullie zijn nog een toezicht, toch? Leg hem even plat. Nee, kijk, ik denk twee dingen. Cloud is één natuurlijk hartstikke mooi. Twee, laten we wel zijn, we hebben wel gezien met migraties naar de cloud dat het ook heel regelmatig mis is gegaan. He, waarbij we zien dat standaard settings in cloud producten gewoon niet goed staan en waardoor er in één keer een datalek is. Dus ook cloud is goed, moeten we op de juiste manier omarmen, maar het heeft nog steeds expertise nodig. Anders gaat het mis. Wat ik bij het uitbesteden van security nogal belangrijk vind, is dat we niet moeten onderschatten dat de security provider moet wel begrijpen wat jouw bedrijf doet en wat de workflow van het bedrijf is. Kijk, je kan heel kaal zeggen, oh, ik ga een SOC SIEM aanzetten. Dat is leuk, maar als ik niet begrijp wat de flow is van jouw bedrijf en waar jouw kritische componenten zitten in je bedrijf, als we daar het niet over hebben, die expertise kan je niet met elkaar opbouwen, dan heb je een kansloze security situatie en ja, dan komen ze nog steeds binnen. Dus ik denk dat een partnership, als je echt over security praat, is de kennis van de flow van het bedrijf, hoe loopt de flow van het bedrijf, en daarbij moet je security erbij gaan zetten en dan gaan kijken waar zitten die, ik noem het even in het Engels, choke points, waar het mis zou kunnen gaan. En dan heb je pas fatsoenlijke security. Het plat uitbesteden is kansloos, kost veel geld en lost niks op. Het is altijd samen. Nou, misschien mooi. Dankjewel, Anna, voor de toevoeging. Misschien, ja, Ronald stelt nog een vraag in de chat, maar ik stel voor, we zitten ook even een paar tijd, we willen het ook nog even naar de breakouts toe. Om iedereen daar aan het woord te laten, maar het is wel ook om hier... moeten we hier een... is de vraag van welke zijn er nog meer? Hè? Binnen de energiesector zijn die communities op security. Ja, zijn ze er ook daar buiten? Dus in de chat of we komen er zo op terug. We gaan even in de breakout. Leuk. Nou, laten we kort even een rondje maken wat een beetje de observaties of consensus rondom het thema, maar misschien ook wel... zijn er wat interessante... Ik had een interessante observatie in mijn groepje. Herman, mag ik jou als eerste het woord geven? Ja, en ik heb geprobeerd het al van tevoren een beetje samen te vatten. Ik heb het van de vorige keren geleerd. Kan ik nog wat sneller hier antwoorden. Security by design... Broer, je hebt jouw mening gevormd en toen heb je de rest gevraagd of ze het mee eens waren. Ja, zoiets. Ja. Nee, de security by design moet echt wel tussen de oren zitten bij mensen dat het echt breed is. Dat is een breed gedragen iets. En we kwamen van een aantal mensen die juist uit de financiële wereld kwamen. Waarvan eentje bij NN in Turkije zat waar alles on-prem was. Dus dat was een best lastige manier om dan de voordelen van die je in Nederland zou kunnen halen door sommige delen in de cloud te doen, te hebben. Want dat kan dus niet. Dus daar zitten andere verantwoordelijkheden in. We hebben nog heel even gehad over community. De belang van communities, dat je daar ook een versnelling in zou kunnen krijgen. En dat eigenlijk iets dergelijks steeds meer partijen steeds sneller naar de markt willen. Vandaag op al die DevOps teams, maar dat ook wel eens soms wel eens lastig is. Dat door de snelheid van die DevOps team soms security stages of checks en balances misschien wel eens vergeten worden. Dat er soms gaatjes vallen in het hele proces. En hoe je daarna voor zorgt dat dat niet gebeurt. Hoe kan je dat toch doen? En dat gaat Francis bij mij van de Rabobank. Dat je dus inderdaad ook wel van anderen wil leren. Dat is denk ik een van de redenen is dat dit soort sessies ook belangrijk zijn. Maar je hoort toch altijd dingetjes waar anderen mee zitten en wat hun benadering is en wat hun dilemma's zijn. Ik denk dat een beetje beeld was. Hero? We hebben jullie ook die vraag van Ronald nog... Herman, sorry, ja? Hebben jullie de vraag van Ronald Buitenwinkel begin nog... zijn dan op ingegaan? Zijn er andere industrieën waar veel samenwerking is om die veiligheid groter te krijgen? Nou, dat hebben we op zich... Dat was in de energiesector. Niet op die manier gehad. De community en van elkaar leren werd wel genoemd natuurlijk. Maar daar hebben we het op die manier nog niet over gehad. Nee. Oké. Jeroen, volgens mij had jij het andere groepje. Waar ben je? Ja,
Het is inderdaad af en toe een beetje verwarrend als je twee Jeroens in één sessie hebt. Ja. Goed, dus ik heb ooit in een voetbalelftal gezeten met vijf Jeroens. Dat was helemaal complex. Nee, wij hebben een, moet ik zeggen, levende discussie gehad. Inderdaad over rollen van onder andere overheid, maar ook de communities op industrieniveau. Mm-hmm. Als je kijkt naar de rol van de overheid, en toen werd terecht de opmerking gemaakt, maar ja, dat kan zich niet beperken tot Nederland alleen. Hè, want de een is vertegenwoordigd in 50 landen, de ander in 23 landen. Dus dat mag je niet verwachten van de Nederlandse overheid. En twee, wat is de waarde van invloed op de Nederlandse overheid als je vertegenwoordigd bent in 50 andere landen? Mm-hmm. We hebben op het laatst nog even een discussie gehad rond Log4j, wat een goed voorbeeld was van hoe kennis wel gedeeld wordt om met elkaar een probleem op te lossen. En maar toen werd ook direct aangegeven, ja, dat was eigenlijk een probleem wat opgelost werd after the fact. En je wil eigenlijk naar een mechanisme toe dat je preventief kunt ingrijpen voordat een probleem zich daadwerkelijk voordoet. Dus dat is even in een samenvatting van wat wij hebben besproken in de breakout. Leuk. Dankjewel Jeroen voor die samenvatting. Nou, bij ons in het groepje viel mij het op, maar dat is eigenlijk een beetje door de hele groep heen, dat er toch vrij veel bedrijven zijn die een kritische infrastructuurrol hebben. We hadden kolenterminals, ABN AMRO, Vattenfall. En naast KPN. Dus ja, toch wel bedrijven. En Patrick van Elastic zijn ook wel bedrijven die, waarvan het belangrijk is dat die voorop lopen. Rondom dit onderwerp. Dus dat was bij ons nog wel wat naar voren kwam. Wat ik ook wel interessant vond, was dat we nog even toch het feit dat de banken wel heel ver vooruit lopen. En dan had dan nog wel een mooie uitsmijter over het feit dat de bankaire sector, dat je als consument steeds minder last van heeft, terwijl ongetwijfeld van de bankkant veel meer aandacht voor die security en die beveiliging moet zijn. Maar als consument heb je eigenlijk een vrij sterke ervaring die je gebruikt van apps en telebankieren, et cetera, internetbankieren. Dat was volgens mij een beetje wat wij zo besproken hebben. En dat brengt mij eigenlijk tot de laatste 5 of 10 minuten. En dat is misschien wel leuk om even de sprekers weer naar voren te halen, Marita. We beginnen met Stefan. We hebben eigenlijk heel veel besproken en je hebt veel verteld over je ervaringen. Wat is nou wat jij vindt als een soort samenvatting? Wat zou jou nou volgens jou nou de do's, de advies zijn voor rondom dit onderwerp om mee aan de slag te gaan of waar je mee wilt versnellen? Ik denk dat bij elk bedrijf, een klein of groot bedrijf, het allemaal speelt om inderdaad sneller nieuwe dingen op de markt te brengen. Hè. Dus dat blijft een key mantra, maar de manier waarop is duidelijk aan het veranderen. Hè. Van de twee silo's die eigenlijk het ene bouwt het andere gaat het later dan eventueel testen op secure, op penetration testing, whatever, dat na de feiten gebeurde vroeger. Zie je nu een totale andere beweging. We hebben bij Swift ook onze organisatie 10 jaar terug van 20 security mensen naar 300 security mensen zien groeien. En we zien dat eigenlijk een beetje overal gebeuren. Dus security by design hoor ik heel veel. En dat is heel goed. Het is een moeilijke mindset nog. En ik denk dat we er echt wel naartoe moeten. En dat de developers ook moeten openstaan. Niet alleen features te bouwen, maar ook non-functional requirements. Eén daarvan is logging, het tweede is de security built-in. En je ziet dus denk ik duidelijk een shift dat security eigenlijk niet incontournabel. Je kan er niet meer omheen. Je moet het in je proces inbouwen. Je moet het in je tooling inbouwen. En om bij de topic te blijven, van vandaag, ja, ik zou het echt, en ik zie het gebeuren, het gebeurt organisch. Ik zie echt de blending van security gebruikmakend van de data en operations en DevOps mensen gebruikmaken van dezelfde data. En je begint een gezonde dialoog te krijgen tussen de verschillende organisaties. Niet zo van fingerpointing, maar samenwerken om betere producten te maken met security by design. Ja.
Dankjewel, Stefan. Erno, wat is no time to waste, zeg maar, voor bedrijven die nog twijfelen? Ja, ik denk niet om iedereen nog even een hartverknettering te geven, maar het is wel leuk misschien. Toch als afsluiting. Kijk, we hebben het nu over DevOps binnen je eigen bedrijf. Maar wat we nu zien als beweging, is als jij in een keten zit en je bent met elkaar aan het bouwen, je gaat secure DevOps krijgen over in je keten. Dat is de volgende stap die je nu al ziet plaatsvinden. En dan is security nog belangrijker. Dus secure DevOps, niet alleen binnen je eigen bedrijf, maar de bruggen die je dan moet gaan bouwen in je keten, dat zijn de vragen die we vandaag de dag al krijgen. En dan ben je met elkaar samen in een secure DevOps model aan het bouwen. En dat is wat er nu aan gaat komen. En dan zorg eerst dan maar dat je zelf het goed een beetje op orde hebt. Maar je volgende stap is secure DevOps cross bedrijven in de keten. Ja, in de keten. Interessant. Ja. Om inderdaad nog complexiteit toe te voegen. Nou, dankjewel, Erno. Ja. Heren, wat zijn we vandaag vergeten te bespreken? Nou, volgens mij zijn we vandaag behoorlijk volledig geweest, Jeroen. Dus dat ga ik zeker niet zeggen dat dingen zijn vergeten met elkaar. Kijk, tegenstander speelt Eredivisie. Hè? Dat hebben we elkaar net kunnen vaststellen. Dus wees je ook vooral bewust van het eigen niveau en kunnen van je eigen organisatie. En kies daarvoor goede partners die je kunnen helpen. Kies voor goede technologie. En dus noods investeer je in een stukje uitbesteding van de taken. De verantwoordelijkheid blijft bij jou liggen, dus wees daar heel, heel bewust van. En die verantwoordelijkheid is denk ik ook een kern. Als je kijkt naar de financiële industrie, die hebben de afgelopen 10, 15 jaar heel veel tijd besteed in een cultuurverandering. Om zeg maar met name ook verantwoordelijk zijn voor financieel welzijn van hun klanten. En als we dan gewoon naar hun kijken, naar die verandering wat daarin gegaan is, om het ook toe te passen op onze bedrijven. En eigenlijk gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor de security van onze organisatie. En op die manier zeg maar echt die beweging erin te gaan krijgen, want ik blijf erbij. Hè. Je moet echt dit ook top-down lanceren met een stuk C-level sponsorship. Want het blijft ook voor een heel groot deel gewoon een cultuurverandering, een mensending. Het is allemaal gewoontedieren. Vergeet dat stuk gewoon niet in je hele plan om dit te omarmen. En ook op een gegeven moment de Eredivisie te kunnen spelen. Ja, leuk. Nou, dankjewel. Mooie samenvatting, denk ik, van hopelijk een interessante sessie voor alle deelnemers. Dat eigenlijk eindigt hiermee vandaag de virtual conference, zoals je noemt. Ik wil hartelijk bedanken Stefan van Swift, Erno namens KPN en heren van Elastic. Als het goed is, de borrel, die eerste twee keer gingen we met z'n allen zitten borrelen. En nadat elke Zoom-meeting in dronkenschap eindigde, zijn we daar maar mee gestopt, zeg maar. Dit is de nieuwe normal. Dus we sturen nu de wijn op en je mag hem openmaken met je geliefde. Of met wie dan ook op een passend moment. Maar deze is namens Elastic aangeboden. Ik wil iedereen bedanken voor vandaag. Jeroen, ik zie dat Jean-Louis nog zijn hand heeft opgestoken. Dus of er nog een laatste vraag is. Ja, nee, eigenlijk weer een laatste opmerking van. Er werd net gezegd, en ik ben het daar volledig mee eens. Het vraagt ook een security is een nieuw gebied. Vraagt een cultuurverandering. Wat bij ons ook heel goed heeft gewerkt, is dat iedereen binnen Vattenfall heeft een security training moeten doen. En ik denk dat dat ook een trend wordt voor de toekomst, dat elk bedrijf, ook zijn medewerkers, op de een of andere manier altijd een security training geeft. Ja. Eens? Ja, absoluut. Ja, mooi. Dankjewel voor die toevoeging, Jean-Louis. Nogmaals dank allemaal. Marita stuurt nog een evaluatieformulier uit. Dat is niet alleen ter lering voor ons team, maar ook ten gunste van Nationaal Fonds Kinderhulp, want we doneren €5 per respons. Dus vul die graag nog even in. Alle suggesties zijn daar welkom. En dan wil ik iedereen bedanken. Ook fijne dinsdagavond wensen en hopelijk tot de volgende keer. En dankjewel voor het Elastic Team.